belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Bewoners van een huis in de Calle Estrena in Cerro Fortuna troffen vanochtend het lichaam van een man aan op hun balkon. De man was door meerdere kogels om het leven gebracht. De bewoners hebben de politie gewaarschuwd en die hebben het lichaam meegenomen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de man op het balkon terecht is gekomen en wie hem heeft beschoten. Er lopen meerdere onderzoeken, onder meer naar de efficiëntie binnen het CMC. Dat zegt de inspecteur voor de volksgezondheid, Serving Kelly, vandaag tegen de Extra. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat er maatregelen zouden worden genomen tegen het bestuur van het CMC. Maar volgens Kelly zijn daar geen plannen voor. Wel gaf hij aan dat er meerdere onderzoeken lopen, onder meer naar aanleiding van klachten van patiënten. Na Qualectra, nosso tuma tembo pa sirbibo ora ku masta ku minibo. Yama no centro de cliente, na telefon 0800-035, di cia luna pa cia bierne, fo di setor de mente te ku setor cia noci, pa turno servizio nan af pa traun sita. Si bo ketra sita pa cia sabra, tambe por or. Po par scohe pa trabo sita, riba aqualectra.com e provecia a mesora, pone bo documento na cerca, pa bo bisita cerca nos, bai mas facil. Sì, Aqualectra sul centro di cliente vuole clapa sul vivo na e momento come ti comini a bo. Voormalig politieambtenaar Mariens Mariano is gisteren vrijgesproken voor zijn rol in de Rio Canario drugsroof. In 2018 werd er ruim 600 kilo cocaïne uit een politiebureau gestolen. Tegen Mariano was er voor 16 jaar geëist, maar het gerecht heeft hem vrijgesproken. Wel is de voormalige agent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor betrokkenheid bij de invoer van 340 kilo cocaïne, het handelen in cocaïne en het verduisteren van zijn dienstwapen. Van de overige 7 mensen die terecht stonden voor de drugsroof uit het politiebureau, zijn 2 vrijgesproken voor een aandeel in de roof. Vandaag is de officiële opening van de Curaçao Gay Pride. Het is de 10e editie. In de afgelopen dagen waren er al enkele activiteiten in het kader. Maar vanavond is de walk van Rifford Village naar het Wilhelminaplein. En zal er ook de officiële opening plaatsvinden op het Wilhelminaplein. Frank Holtzwag, voorzitter van de Curaçao Gay Pride, laat weten dat geen enkele politicus die is uitgenodigd om daar te spreken, daadwerkelijk de tijd heeft gevonden om te komen. Hij betreurt dat. In het verleden kwam onder meer minister-president Eugène Ruggenaat naar het Wilhelminaplein om een speech te geven tijdens de opening van de Gay Pride. Leden van de Eerste en Tweede Kamer in Nederland hebben samen met parlementariërs uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten tijdens een IPCO-overleg officieel gesproken over het gedeelde slavernijverleden. In de besloten gesprekken is het onder meer gegaan over mogelijke officiële excuses door de Nederlandse regering. Volgens Giselle McWilliam vandaag in de Extra blijft het onderwerp op de agenda van de IPCO totdat Nederland daadwerkelijk met excuses komt. Caribbean Petroleum Refinery heeft gisteren voor het eerst olieproducten afgeleverd op Bulle Bay. Het gaat om 600.000 vaten stookolie als onderdeel van een opslagovereenkomst. Deze staat los van een geplande overeenkomst met Caribbean Petroleum Refinery, die de nieuwe beheerder en exploitant van de raffinaderij zou moeten worden. Daar wordt momenteel nog over onderhandeld. Alles is klaar voor het concert van Burna Boy op 28 oktober in het Festivalcenter op Curaçao. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het betreft een groot optreden waar hard aan gewerkt wordt. Alle early bird tickets en de VIP area zijn al uitverkocht. Er zijn nog steeds kaarten voor de general section en voor de VIP staanplaatsen. In totaal kunnen zo'n 15.000 mensen het optreden van de wereldster bijwonen. Frank Holtzwag, de Curaçao Pride, 29 september is de officiële opening, dan is het de Curaçao Pride. Hoe is het gegaan tot nu toe met de voorbereiding? Want we hebben natuurlijk twee
Ja, rare jaren gehad met corona. Ja, zeker een rare tijd achter de rug, 2 jaar lang. Waarbij we eigenlijk heel weinig konden doen, maar we toch vorig jaar wel een klein Curaçao Pride georganiseerd. Weliswaar maar 2 dagen met de Rainbow Lounge en de White Party bij Landhuis Bonavista. En we waren gelimiteerd natuurlijk aan het aantal mensen. Maar dit jaar mogen we weer voluit gaan, gelukkig. Net zoals in 2019. En dat was het laatste jaar dat we dus de opening konden doen op het Willem-Meneerplein. En de walk van het Rifvoort over de Pontjesbrug. En dat gaan we dus op 29e doen. Kijk, hoe is het met de voorbereiding? Kijken mensen eruit? Hebben mensen naar gewacht? Krijg je voldoende aanmeldingen? Ja, we hebben heel erg fijne reacties en veel reacties. Ook uit het buitenland en lokaal. Het blijft natuurlijk Curaçao Pride. Dus het is in eerste instantie voor Curaçao en de Curaçaoënaren. Maar ook belangrijk om te zeggen dat iedereen welkom is. Hè, want het gaat uiteindelijk om inclusiviteit. Dat wij onderdeel van de samenleving zijn. En hoe meer mensen, hoe beter. Daarvoor openstaan. En vandaar natuurlijk op de 29e de walk en dan met de traditionele opening op het Wilhelminaplein als vervolg daarvan. En dat vindt dus allemaal op de 29e plaats. In de voorgaande jaren hebben we gezien dat er vanuit de regering, de minister-president, toenmalig minister-president, die heeft gesproken, ruggenaad, er is een keer een belangrijke wetsvoorstel gepresenteerd waar nog steeds niet een einde aan gekomen is, maar dat was gebeurd toen ook. Hoe is het dit jaar vanuit de overheidskant? Heel anders. Ja. Eén heel positief ding moet ik wel zeggen is dat de vergunning voor dit evenement is al maanden klaar. En dat was in het verleden soms een probleem. Of de dag voor het evenement. Maar ik heb verschillende ministers gevraagd en parlementsleden gevraagd om bij de opening te zijn. Maar iedereen is te druk, of uitlander, of andere dingen. En dat is wel heel jammer dat niemand opstaat om ons een warm hart toe te dragen. Wat zegt dat? Ja, het zegt toch wel iets, want iedereen is wel heel vriendelijk en aardig, maar niemand durft toch kleur te bekennen. Het is eigenlijk geen kleur bekennen, het is gewoon support geven aan een gedeelte van de samenleving. Maar blijkbaar vinden mensen dat toch nog heel spannend en misschien bang voor de achterban, ik weet niet wat het is. Maar het is wel jammer, ja. Want dat geeft tegelijkertijd aan dat zo'n Pride nog wel nodig is om te laten zien dat het gewoon de mensen die meelopen met de Pride onderdeel van de samenleving uitmaken. En het is eigenlijk meer nodig als ooit ervoor. Ja. En we hebben heel veel progress gemaakt in de afgelopen 10 jaar. Maar we hebben natuurlijk een beetje de tegenslag door de coronajaren. Maar ook een verandering in politieke wind. En dus we hebben wel, ik dacht eerst misschien stilstand gehad. Maar eigenlijk als ik erover nadenk, hebben we toch een stap terug moeten doen. En daarom moeten we nu weer de schouders eronder zetten. Om voorwaarts en acceptatie te creëren. En visueel zichtbaar te zijn. Het blijft een strijd. Het blijft een strijd. Ja, we zijn voorlopig niet klaar. Dankjewel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.